Normaal gesproken verras een dochter zijn moeder op moederdag. Maar vandaag draai ik de rol eens een keer om. En verras ik mijn dochter, want deze tuin kan echt wel wat lintegroen gebruiken. Een moeder die haar dochter verrast met moederdag. Dat is nog eens liefde. Maar zo te zien ook geen overbodige luxe in dit geval. Het is de tuin van Natasja. Kijk, we staan hier in de bosjes terwijl zij niet vermoedend naar de werk gaat. En ondertussen wachten wij op de mannen. De mannen die de heggenschaar vaker vast hebben dan hun vrouw. En die de dahlia's van je schoonmoeder zelfs nog in bloei trekken. Het Live & Cooking G-team. Maar Joke, wat ga je precies met de mannen doen? Nou zeg, ik heb niet voor niks het G-team gebeld. Ze gaan me helpen met het realiseren van de tuin van mijn dochter. Tuurlijk. Hey mannen, reis wat harder. Voor je het weet is ze weer thuis. Kijk, de Joke heeft er de wind lekker onder. Dat is een pittige dame die deze mannen wel kan handelen. En het is nu ook nog een kwestie van inspiratie opdoen en die kar even flink volgooien. En dat allemaal in een turbotempo, want Natasja komt straks gewoon weer thuis van de werk. Hé, wat is het daar ineens spannend? Komt er iemand uit de bosjes? Is het een struikrover? Een boeman? En wat wil hij eigenlijk? Joke, die zomerbloeien zijn natuurlijk hartstikke leuk. Maar vergeet voor de variatie niet voldoende wintergroene planten te gebruiken in de bak. Ach, het was een van de mannen van het G-team. En terwijl Joke naar grote hoogte stijgt, is het tijd om aan de slag te gaan in de tuin. Wil iemand misschien wat drinken? Joke, aan je morst. En er moet nu echt gewerkt worden. Zorg ervoor dat er altijd een gat onderin je pot zit, zodat overtollig water eruit loopt en je in de winter geen last hebt van bevriezing. Nou, de mannen proberen zich te concentreren op de tuin, maar ja, die Joke die blijft maar rondrennen. Nee, ze willen geen drinken. Wil je echt niks drinken? Nou, wat is het toch vervelend, die Joke. Laat die mannen nou gewoon gaan. Vind je een beetje wat? Och, die Joke. Ze is hysterisch, maar gasvrij ze zeker. Dan ziet u hier de ideale benutting van de schutting. In een paar handelingen heb je dit namelijk zo voor elkaar. Toch, John? Een kale schutting is natuurlijk zo opgefleurd. Dat is een waarheid als een... Wil jij misschien een bekertje water? Word ik overal genegeerd. Als je een plantenbak gaat vullen, zorg er dan voor dat de middelste plant altijd een stukje hoger staat. Dan krijg je een veel voller geheel. Kijk, dat zijn nou de tips waarvan je weer rechtop op de bank gaat zitten. Zeg, is Joke er eigenlijk nog? Herko, wil je misschien een beetje water? Nee, dank je ook. Ik ga nog even verder. Oh, wat gaan de heren toch snel. Want we zijn toe aan de finishing touch. Kekke kussentjes en al deze handen maken lichtwerk, zoals u ziet. Heb je soms water nodig? Nee, Joke, ja, doe de schaam af. Oh, eindelijk dat water kwijt. Ik voelde aan mijn water dat het ergens goed zou komen. En het is nu tijd voor dochter Natasja. Jawel, daar komt ze aan. Wat zou ze ervan vinden? Perfect. Ja? Ja, echt. Heel mooi. Oh, en terwijl de mist optrekt, is dit het groene eindresultaat. Wat zit je ook. Ja? Echt heel erg mooi. Pittig gedaan hoor, Joke. Dat is pas moeder-dochterliefde. Hey, mama. Het is allemaal mooi, hè? Geregeld, hè? Voor mama, hè?